Afgelopen zaterdag passeerden de Rotterdam en de Royal Princess de Schiedamse Maasboulevard. Het was voor het eerst in 10 jaar dat de 2 cruiseschepen tegelijkertijd afmeerden aan de kade van de cruise terminal in Rotterdam. De Rotterdam liep 's ochtends vroeg binnen en voer aan het eind van de middag weer uit. De Royal Princess kwam rond het middaguur binnen en vertrok 's avonds om 8 uur weer.